Als papierindustrie zijn we een hele circulaire industrie. Wij gebruiken papier afkomstig van duurzaam beheerde bossen. En die vezels die gaan terug in het proces via de papierkarton kringloop. En bij Crown Gelder hebben we gedacht, hoe kunnen we daar nog een extra stap zetten? Door het inzetten van vezels die nu nog niet gebruikt worden. Ons bedrijf is de Cosun Beet Company. En wij verwerken suikerbieten uit heel Nederland in 2 locaties. Dinteloord en in Vierverlaten Groningen. De samenwerking met de papierfabriek is ontstaan uit de gedachte om meer lokaal te sourcen. En met minder CO2 footprint. Een bietenveld van een hectare vangt ongeveer 30 ton CO2 af. Een bos doet 3 ton CO2, dus dat is een zeker voordeel. Nou, de suikerbieten komen van het land. Vervolgens wordt daar de suiker uitgehaald. De reststroom die daarbij ontstaat, dat is de stroom die wij gebruiken. Die gedurende het hele jaar beschikbaar is. We gaan ze fijn malen. En dan komen er mooie cellulosevezels bij vrij. En dat gebruiken wij in het papierproces. Dus ongeveer 80% milieuwinst is te behalen als je houtvezel vervangt door suikerbietenvezel. Een boom die groeit ongeveer in 15 tot 70 jaar, afhankelijk van waar die groeit. Dat is in principe al een circulair proces. Een suikerbiet groeit in 7 maanden. Heb je dus die cirkel, die circulariteit, heb je verkocht. Wij van Vergeelse, wij zijn de grootste aanbieder van een kilopakken suiker die elke consument in de supermarkt in Nederland kan kopen. En mijn droom is dat elk kilopak suiker verpakt en verkocht wordt in ons eigen suikerbietpapier. Er zijn heel veel merken die op zoek zijn naar een papier met een lagere milieuafdruk. Die wel in direct contact mag komen met voedsel ten opzichte van gerecycleerd papier. Dat mag niet. Dus dat is een product dat op dit moment nog niet in de markt is. En daar gaan we gebruik van maken.